Dit is een programma waarin centraal staat de profronde van Tiel die er weer aan gaat komen. En dat doen we met een aantal gasten en een co-host, en dat is een hele bekende. Even laten welkom, Geert. Je bent eigenlijk rechtstreeks ingevlogen vanuit Frankrijk, hè? Druk geweest met de Tour du Jour en natuurlijk met het volgen van die profronde. Het laatste nieuws, vertel eens. Nou ja, Nederlanders doen het goed, hè. We hebben Geesink, die staat op de zesde plek, Mollema nog in de top 10. Ik ben daar geweest, of was echt bloedheet. Als je ziet hoe onze renners zich stand houden, kunnen we daar alleen maar als Nederlanders heel trots op zijn. En ik hoop eigenlijk dat er ook eentje van die mannen hier dadelijk in 2 augustus aan de start staat. Ja, gaan we straks nog verder over praten. Heb je zelf afgezien of niet? Ja, ik heb feestelijk afgezien, ja. Ik heb een aantal keer gefietst ook met Bogert en moest allerlei items opnemen en we hebben ook staan te kijken. Ja. Nou ja, en dan merk je pas, ik dacht eigenlijk, heb ik hier vroeger rondgefietst, joh. In deze kokende, zinderende hitte, kon ik me bijna niet voorstellen. We stonden aan de kant te kijken en Gené die zei al na 10 minuten, ik zoek een plek schaduw op. En toen zei ik tegen hem, nou ik zeg, zo op deze manier kun je voelen wat renners ook voelen. En dan kun je ook wel in perspectief plaatsen als onze mannen een keer het een dag minder doen. Want dat is het niet van deze wereld, hè, als je daar moet presteren. Dat is eigenlijk buiten proportioneel. Nou ja, die proporties. Ja, deze Tour is onmenselijk zwaar. En dat vind ik nou ook zo mooi. Dat er iedere dag wordt aangevallen. Weet je wel, er is geen dag dat die gasten rustig fietsen. Iedere dag knuppel in het hoenderhok en gas op de plank. En, heeft dat ook te maken met jouw kreet van de Ran? Denk je dat dat helemaal heeft doorgewerkt in dat peloton? Nou ja, ik hoor het een aantal renners wel zeggen, de Ran, maar onze mannen die hebben echt wel een de Ran mentaliteit. Niet lullen, maar poetsen, een stukje zelfreflectie s'avonds. Ze weten precies wat ze kunnen, wat ze hebben gedaan en de volgende dag vliegen ze er weer in. En dat is mooi. Tuurlijk. Want dat helpt ook mee straks, hè. Voor veel Nederlanders, dat heb ik wel gemerkt, die zijn weer enthousiast. Wij hebben weer mannen die goed meedoen. En ja, het is jarenlang stil geweest. Zou dan nou het vliegviel van het hele verhaal de winst zijn geweest van Boom vorig jaar, dat er weer interesse is voor wielrennen? Nou ja, goed, ja, Boom heeft het heel goed gedaan. Luwe Westra die rijdt natuurlijk met de winnaar van de Tour de France over de streep. Waarschijnlijk dit jaar Woutje Poels die met de winnaar van de Tour de France over de streep rijdt. Ja, ze doen het goed. Ja. Kan ook zijn dat die sport weer schoon is, hè? Nou ja, goed, dat heeft er natuurlijk wel mee te maken. We hebben jaren gehad dat er een aantal renners waren die rondreden iedere dag als supermotoren. En maar jij hebt zelf toch ook wel eens aan de toverdrank gezeten? Nou ja, maar ze komen dat tegen iedereen, hè. Dus, ja. Dus dat maakt het verder niet zo heel veel uit. Nee. Maar je ziet nu wel dat als renners één dag echt gewoon te veel inspanning doen, Dan moet je dat weer bekopen, de volgende etappe. Ja, en het is natuurlijk een mooie sport. Het is puur. Ik bedoel, je kunt de mooiste strategieën bedenken, maar als de benen het niet doen, ja, is het klaar. Ja, nee, dat doet niet meer. Maar het is ook een onmenselijke sport. Het is echt wel een sport voor diehards. Ik weet niet of jij die valpartij hebt gezien van die Fransman, jongen, die stuiterde daar op een stuk asfalt. Bizar. Iemand anders, die zit een half jaar thuis, maar die man die stapt op, die lappers op en die vervolgt gewoon zijn weg. In jouw tijd, hè, heb je dat ook wel eens meegemaakt, dat het zo hard te keer ging, hè? Dat je zelf ook onderuit ging? Nou ja, nee, eigenlijk ik ben niet veel gevallen, maar dat komt, ja, wij reden of op kop, of we reden ook op kop, maar dan achteraan. Ja, want mensen die jou niet kennen uit jouw proftijd, jij was eigenlijk de meeste knecht van Poppel, hè, om de sprints aan te trekken. Ja, dus wij moesten dat organiseren en dat scheelt natuurlijk wel, want als jij gewoon vooraan in het peloton rijdt, dan ben je uit het gedrang. Ja. En als je uit het gedrang bent, ja, dan loop je ook minder risico om te vallen. Ja, dus de valpartijen zeg maar, zijn dan was jij de oorzaak van de valpartij, zullen we maar zeggen. Nou ja, Plakka zegt dat altijd wel goed. Dat zei van Poppel ook altijd tegen mij. Hij zei van, joh, als jij van kop afkomt, dan zit er zo'n kleine Belg en die moet je dan nog even in de weg rijden. En dat deed ik ook altijd. Maar, We gaan praten over de profronde die eraan komt in Tiel. Daarvoor hebben we een aantal gasten uitgenodigd. De eerste gast, dat is Henk Dries. Henk, kom erbij. Als het gaat om het wielrennen in Tiel, natuurlijk een oud gediende. Ook bij die profronde jarenlang betrokken geweest, Henk. Hè? Ja, klopt. En ik leg wel eens uit naar andere mensen dat ik helaas de vorige keer de deur heb moeten dichtdoen. Want ik was de laatste voorzitter van de vorige edities van de profronde. Had dat met jouw inzet te maken? Nee, ik plaak er maar op. Nee, dat had te maken met een stuk inzicht. Helaas was het, dat was in 1995, ging het minder met de prof, met het wielrennen. Dat merk en ook met de Nederlanders natuurlijk. Ook met de Nederlanders in het bijzonder.
En dat merkten wij door de reacties van de sponsors. En de sponsors haakten af. En dat jaar hebben we ontzettend moeilijke vergaderingen gehad. En toen hebben we gezegd, we hebben nu nog wat geld in kas. Laten we nu stoppen, want gaan we door. En de trend zet zich door zoals de afgelopen jaren. Dan heb je kans dat we straks weer een ronde moeten gaan organiseren om het gat van de aankomend jaar weer door te gaan dichten. Dus toen hebben we toch de moeilijke beslissing met z'n allen genomen om helaas te stoppen met de profronde destijds. Achteraf een wijze beslissing, hè, om die nog een paar centjes in kas te laten zitten. Want dat heeft uiteindelijk mede ervoor gezorgd dat er een doorstart kwam. Nou nee, zo kan ik het niet zeggen. Niet? Nee, dan moet ik dus ik zit er helemaal naast? Helemaal naast. Gewoon valikant? Gewoon leuk bij elkaar bedacht, maar dat komt niet. Dat kan niet. Hoe zit hij er wel vaker naast. Ja, ja, hoe zit het dan in elkaar? Nee, we hebben toen gezegd van, en dat waren geen duizenden guldens, hebben we gezegd van, weet je wat, welke organisaties hebben ons allemaal meegeholpen destijds? En dan kom je op de EHBO. We hadden ook wat relaties met toen de tijd de Appelpop organisatie. Toen hebben we gezegd, weet je wat, een aantal zaken, zoals de verlichting, die gaan we keurig netjes brengen bij Appelpop. En het geld dat we hebben we onder andere toegeschonken aan de EHBO. En dan bleef het toch nog een beetje in diezelfde hoek beschikbaar. Want ja, wij hadden zelf niet het idee toen de tijd dat er nog heel snel een doorstart zou komen. Nou, dus de doorstart is er uiteindelijk wel gekomen. En jij hebt een hele andere rol gekregen als zijnde wethouder sport onder andere nu hier in Tiel. Dus doet jou deugd dat hij de profronde er weer is? Ja, absoluut. Het was natuurlijk prachtig toen ik van Wim hoorde, Wim Berooijen, van Henk, wat denk je ervan, we willen eigenlijk weer een doorstart doen. Nou, ik mocht me helaas er niet meer mee bemoeien, maar mijn handen jeukten wel. Want ja, je kunt dat natuurlijk niet in combinatie met het wethouderschap doen. Ik ben wel blij dat Wim af en toe nog toch eventjes kon vertellen van Henk. Tuurlijk. Dat kan ook beter. En waar je steentje bij kan dragen, zul je dat ongetwijfeld ook zo raar zijn als het niet zo was. Ja, uiteraard, want het hart ligt nog steeds bij het wielrennen en de profronde in het bijzonder. Even terug naar die geschiedenis. Hè. Kun je nog herinneren dat Gert Jacobs reed in Tiel hier op de Waalkade in de tijd dat jij in het bestuur zat? Ja, we hadden toen alle toppers van Nederland die reden, en niet alleen van Nederland overigens, die reden bij ons. En daar zat Gert zeker bij. En zo kunnen we nog een aantal namen noemen die sommige waren echt vaste klant bij ons. Nee, ja, wat ik me wel herinner, weet je wel, want in die tijd was het niet echt een echte topper, want had ik de Tour en zo nog niet gedaan, was 85, 86. Maar wat ik me wel herinner, dat zegt u heel goed, weet je, echte toppers. Ik was profrenner voor het eerst, maar daar keek ik natuurlijk ook tegenop. Als je er gewoon de gele truidrager uit de Tour de France hebt, dat waren voor mij ook helden. En hoe is het dan mooi dat je daarmee rond mag fietsen? Ik vergeet dat nooit weer. Nee. Omkleden had je ook in... ja, precies. En dan had je daar mooie kleedkamers met van die lampen en zo. En dan zit je daar met mannen als Zoete Melk, Ben Aino. En ja, jongen, dat waren voor mij wereldsterren. Nou, hoe was dat gehad bij andere criteriums? Hoe zeg je dat eigenlijk? Criteriums, ja. Ja, niet bij ieder criterium heeft zulke grote sterren aan de stad. Want dat kost natuurlijk ook een hoop geld. En ja, je moet ook wel een aantal mensen hebben die de weg weten hoe je die mensen het beste kunt contracteren. Maar, en in die tijd, hè, waarvoor reed jij dan bijvoorbeeld hier in Tiel? Kun je daar nog iets van herinneren? Wat bedoel je? Nou, voor centjes. Ja, gewoon voor geld. Ja, maar wat praat je nou over? 100 euro, 1000? Nee, dat zijn guldens guldens. Nou, dat waren wel honderden guldens. Dat gaat natuurlijk goed. Maar je bent prof. En iemand die de profstatus heeft, die moet je ook al sowieso een minimum bedrag betalen. Okay. Kijk, maar ik was toen net profrenner in mijn eerste jaar. En dan kun je natuurlijk nog niet zoveel eisen stellen, want dan heb je ook nog bijna niks gepresteerd. En dan mag je ook blij zijn dat je rond mag fietsen in de profronde van Tiel. Want het is wel mooi, hè? Het heeft mij altijd wel goed gedaan, want er staan natuurlijk ook mensen langs de kant. Maar dat is gewoon een eer om daar ook rond te mogen fietsen. Ja, want in die tijd, Henk, het was druk, hè? Ja, het was hartstikke druk. En ik kan me voorstellen dat het voor wielrenners inderdaad gewoon een ontzettend mooie sfeer is. Ik herinner me dat ook nog heel goed, die herrie langs de kant en beentjes op de diverse plaatsen. Ik moet er wel bij zeggen, ik sprak dan later nog wel eens mensen die waren geweest, maar er waren een beetje die uitgaansfiguren. Die hebben meer met de rug naar de wedstrijd gestaan en natuurlijk in plaats van de wedstrijd volgen. Ja. Maar je had ook de echte wielerliefhebbers die echt naar Tiel toe kwamen. En heb je nog leuke anekdotes uit die tijd of niet? Want jij was bestuurlijk bezig, voorzitter geweest, maar je hebt allerlei rollen vervuld. Ja, ik heb wel een paar functies vervuld in het bestuur, inderdaad afgesloten als voorzitter. Maar je had het net over betalen en dat vond ik wel zo mooi. Ja, kijk, jullie werden betaald, als ik me nog goed herinner, via de makelaar, Gerry van Gerwen destijds. Yeah. Ja, dat klopt. Maar de buitenlandse renners, die moesten natuurlijk contant betaald worden. Yeah. En de echte toppers, buitenlandse toppers, ik vraag me dan, maar ga je dat vragen natuurlijk, hoe was het bedrag, weet ik niet meer.
Maar daar was er eentje bij die wilde per se hebben. Nee, laat ik het anders zien. Normaal gesproken kwamen ze in dezelfde dag niet af met de penningmeester afrekenen. En toen de tijd was ik penningmeester. En dat deed dan keurig netjes conform het afgesproken bedrag in het contract. Echt met een envelopje en zo? Ja, en aftekenen. Een envelopje, dan even tellen en tekenen. Maar er was er eentje bij die zei van ik ga er niet naar niet af. Jullie komen maar mooi naar mij toe bij Van der Valk. En ja, de naam weet ik niet, want het was een echte top buitenland, want het ging over een paar duizenden euro en guldens. Dus dat was een goeie? Dat was een hele goeie, dat was een hele goeie. En ik dacht, ja, toch zul je moeten tekenen. En we hadden toen, misschien een beetje om te jennen, hè, want hij was een beetje arrogant, ik dacht, dat kunnen wij ook. Hadden wij het bedrag allemaal in kleine valuta in de envelop gedaan, dus ja, was zo'n stapel. Ja, ik wilde wel hebben dat hij tekende natuurlijk de ontvangst. En hij zegt, ik teken wel. Ik zei, nee, dat teken je niet, je gaat eerst tellen. Dus hij briefje, nou onder een hoop commentaar, briefje voor briefje tellen. En toen moest je tekenen. En als verrassing had ik toen nog voor twee fans had ik nog twee kaartjes erbij gedaan om ook die handtekening er te zetten. Onder commentaar heeft hij dat toch gedaan. Maar ik dacht, ja, jij stelt de eisen, dan ga ik ze ook stellen natuurlijk. En dat zijn, toch, zijn toch de leuke dingen, hè, om daarover te praten. Ja. Hey, Henk, dit jaar, de profronde, als we het even bestuurlijk bekijken, het staat weer als een huis, hè? Ja. Ik zou bijna willen zeggen, ik heb er de afgelopen jaren had ik er vertrouwen in dat dit jaar weer goed zal komen. Die jongens moeten, en die jongens en de meisjes moeten natuurlijk wel eerst allemaal weer gaan bewijzen. Maar zoals ik net al zei, ik spreek dan Wim zo af en toe. Die komt dan bij de wethouder sport, die dan toevallig een profronde hart heeft. Komt die eventjes weer de stand van zaken even doornemen, gewoon informeel. En dan zie je dat groeien. Ja, en dan groeit het vertrouwen ook alleen maar meer. En dan staat het weer als een huis met een programma natuurlijk. Dan heb ik jou daar. Ja, en de gemeente blijft ook in de komende jaren de profronde steunen, neem ik aan. Ja, kijk. De profronde en de wielersport is sowieso niet meer weg te denken uit de gemeente Tiel. Dus het college, maar ik durf ook te zeggen, de raad heeft gewoon een warm hart voor de profronde. Dus ik zie dat ook met vertrouwen tegemoet dat we daar gewoon lekker samen allemaal aan de lat staan. Nou, en er zijn nog heel wat mooie dingen aan te komen. Hè? Bijvoorbeeld ook de Giro volgend jaar. Ja. Oftewel, Tiel, wielerstad nummer 1 van Gelderland, mogen we het zo stellen? Ja, stellen wij wel. Nou, of iedereen het mee eens is, dat heb ik nog niet begrepen. Maar... Zullen wij ons erbij aansluiten, Gert? Ik sluit me daar gelijk bij aan. Nou, dan gaan we dat doen, Henk. En veel succes en natuurlijk ook veel plezier bij die profronde. Dankjewel. Dan gaan we nu verder met de volgende gast. Henk, jij kunt nu gewoon vertrekken. Hè? Nou, zeker. Van de moeven. En de volgende gast. Ik zou een leuke verhaal hebben. Ja, dat begrijp ik, maar de zendtijd is op. Hè? En de volgende gast is Kim Schemkes. En Kim Schemkes die is betrokken bij de profronde. Sterker nog, Kim, je zit in het bestuur. Ja, dat klopt. Hoe komt een vrouw zoals jij bij die profronde terecht? Als ras-echte Tielse draag ik natuurlijk de profronde een warm hart toe. En toen ik werd gevraagd om een commissiefunctie te vervullen, heb ik daar gelijk ja op gezegd. Ja, besturen, zit dat in jouw bloed? Je vindt dat leuk of hoe moet ik dat zien? Ja, vanuit mijn vak vind ik het sowieso leuk om betrokken te zijn bij allerlei besturen en dingen organiseren hier in Tiel. Ja. Nou Gert, dat maakt ons meteen natuurlijk nieuwsgierig vanuit mijn vak. Dan zou ik zeggen, ja, wat is dat dan? Ja, wat doe je precies? Nou, ik weet niet of jullie dat wel willen weten, maar... Ja, dat willen we heel graag. Dat wordt wel interessant, ja. Ik ben advocaat bouw en vastgoed bij een advocatenkantoor hier in Tiel. Oké, dus wij moeten gewoon op onze netjes op onze woorden gaan letten. Ja, absoluut. Oké, en dan gaan we dat ook zeker doen. Hey, Kim, bestuur van die profronde. Natuurlijk is het bij die opstart best lastig geweest. Hoe staat het er nu voor? Het staat er heel goed voor. Eigenlijk, ik hoorde het net al zeggen, het staat als een huis. Nou, dat kan ik alleen maar beamen. We hebben ook ontzettend veel vrijwilligers dit jaar die ons meehelpen. Kan niet anders zeggen. En natuurlijk de prominenten die naar Tiel komen. Dat is werkelijk fantastisch. En het gaat een mooie dag worden, 2 augustus. Dat weet ik zeker. Gert, als wielrenner zijnde, hè? Er gebeurt natuurlijk van alles rondom die criteriums in de organisatie. Krijgen jullie daar wat van mee? Ja, met een criterium wel. Normaal in een grote ronde niet. Maar met een criterium heb je ook tijd om zeg maar tijdens de inrijden rondjes te fietsen. Vaak worden de echte renners die in de Tour vooraan hebben gereden, of de toerrenners die je in het deelnemersveld hebt, die worden ook aan het publiek voorgesteld. Mm-hmm. Volgens mij hebben jullie hier ook zo'n dingetje, toch? Ik dacht dat hier op de markt, dat alle renners op een podium aan het publiek worden voorgesteld. Ja, dat is gewoon hartstikke mooi. En dit jaar hebben ze ook een wedstrijd voor oud
profielrenners. Ja. Mag ik zelf meedoen? Jij staat natuurlijk ook... Ik zei, ik ga de start nemen. Maar kijk, hier staat ze ook op. Hier Soetermelk, Lubberding, Kuiper, Erik Breukink, Jan en Adrie van Oulingen. Maar dan denk ik, joh, wat wil je nog meer? En dat heeft de organisatie slim gedaan. Omdat die oud-renners, die melden zich ook daarna tussen het publiek in het VIP-dorp. En wat is er nu mooier als je naar Tiel komt kijken. En ja, natuurlijk. Die oude verdetten ook, dat je daarmee kunt spreken. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ja, voor mij zijn dat ook nog steeds helden. Jij was wel eens, waarschijnlijk wel heel klein, hè, toen dat speelde. Ja, natuurlijk was ik heel klein. Weet je er nog iets van? Nou ja, Joop Zoetemelk, dat is natuurlijk een naam die altijd is blijven hangen. En het is natuurlijk fantastisch dat ze naar onze stad komen. Ik denk dat zeker voor de echte diehard wielerfans dat een dag is om nooit te vergeten. Dat inderdaad, wat er net werd gezegd, dat ze ook in het VIP-dorp... En wat die profronde vroeger begrepen heeft en nu eigenlijk weer is dat het de koers zelf is de katalysator tot een groot feest. En dat is nog steeds het geval. Ja. Wordt het bewust gedaan? Het is natuurlijk een dag, het gaat om de wedstrijden, maar het is natuurlijk ook zo dat de stad Tiel met de profronde zeker op de kaart wordt gezet. En het is natuurlijk mooi als de hele dag eromheen, als dat één groot feest wordt en als er ook andere, dat mensen door de stad kunnen lopen en daarvan kunnen genieten. Nou, mooi dat er ook vers bloed is bij die profronde. Ja. Ik ga je hartelijk bedanken voor jouw komst en natuurlijk ook heel veel succes wensen. En dat betekent dat we toe zijn gekomen aan de volgende gast. De volgende gast is Tommy van Been. En ook Tommy die is betrokken bij de profronde en ja, is ook vers bloed, zit ook in het bestuur. Tommy, van harte welkom. Hey, hartstikke jong, maar jij hebt een hele verantwoordelijke taak als het gaat om die organisatie. Ja, dat klopt. Ik zit nu zo'n kleine 3 jaar zeg maar, bij het algemeen bestuur. Maar pak daarnaast ook veel andere taken op. Vergunningstraject en de technische dienst eigenlijk voor de evenementen zelf. Oké, dus is dat een pittige job of niet? Goed, naast een normale baan van 40 uur is best wel aanpoten soms. En wat doe jij in het normale leven? Ik werk bij een bouwbedrijf als BIM-coördinator. Oké, de BIM-coördinator, ja, dat is helder, hè? Leg eens uit, want dat weet ik ook niet. BIM-PAM, denk ik dan. Ja. Nee, goed, het staat voor Building Information Model. En dat is eigenlijk een nieuw werkproces implementeren en eigenlijk de totale organisatie daarmee in een nieuw proces eigenlijk binnen de bouwbranche brengen. En tijdens de profronde, wat doe je dan? Wat is jouw functie precies? Ja, met name ben ik wel bezig met de technische dienst. Dus zorgen met een werkploeg van 15 man. Die eigenlijk altijd klaarstaan voor de evenementen. Eigenlijk van 's morgens vroeg 6 uur tot 's avonds 12 uur. Ja, gewoon alle evenementen continu met die ploeg. Dat is natuurlijk schitterend samenwerken. Maar is dat een grote groep? Ja, 15 vaste mannen hebben we daarvoor. Ja, dat vind ik wel mooi, want die mensen zijn natuurlijk wel nodig ook om de ronde te organiseren. Ja, super belangrijk natuurlijk. Ja. Ja. En die ben je ook nog vergunningen nodig? Of kunnen we zo parcours afzetten en kunnen we hier het rondje door de Tiel racen? Dat zou mooi zijn, want dan houden we veel meer koersen. Maar er zit een half jaar van tevoren beginnen we met de vergunningstraining. Mm-hmm. Heb je dit jaar trouwens daar meer problemen mee gehad? Problemen tussen aanhalingstekens dan andere jaren? Dan doe ik het met name op het aantrekken van allerlei regels door gemeentes. Heeft natuurlijk alles te maken met wat er vorig jaar gebeurd is in Naaksbergen. Ja, je kan er wel een klein punt van maken inderdaad, omdat ieder jaar wordt het evenement ook groter en ieder jaar worden de regels iets bijgesteld en strenger. Dus in die zin... Maar is allemaal gelukt? Zeker, alles is rond, alles is binnen. Dus, we kunnen van start dan. We kunnen zeker van start, ja. Aan jullie gaat het niet liggen? Aan ons niet. Ja, had je nog een vraag voor deze beste man? Nou ja, Tommy, je bent een heel verdienstelijk wielrenner. Je hebt bij Matec nog gezeten, toen ik daar nog ploegleider was. Oh, dus jullie kennen elkaar heel goed. Ja, ja. Is daarna heel ernstig gevallen. Je lag op de grond, er zat geen beweging meer in. Maar als ploegleider rijdt het dan voorbij. En je kent dan zo'n renner, want hij woont bij mij om de hoek. Ja, dan slaat je de schrik wel even om de oren. Maar al die ploegleiders kunnen natuurlijk niet stoppen. Want ja, de koers gaat dan wel gewoon verder. Weet je, hij is daarna wel goed hersteld, maar ik ben nooit meer oude wielrenner geworden, hè? Nee, helaas niet. Kijk, het wielrennen blijft er altijd in zitten. En recreatief fietsen, dat blijf ik altijd doen. En helaas niet meer richting het niveau kunnen gaan van vroeger. Maar het wielrennen blijft in het bloed zitten. Maar jij bent de kenner, Gert, hè? Hoe ver had hij kunnen komen?
Ja, Tommy was een goede wielrenner. Ja? Weet je wel? Hij had wel zeker de top bij de amateurs zeker kunnen halen. Nou ja, en een stap verder nog maken, ja, dat blijft altijd de vraag. Dat is maar voor heel weinig weggelegd. Maar die had zeker een aantal jaren zich wel door kunnen ontwikkelen. Nou ja, door die valpartij kon dat helaas niet meer. Ja. Maar het is nu natuurlijk wel mooi dat, ja, dat zo iemand ook nog een Ras Tielenaar in de organisatie zit met wielenbloed. Dat heb je net wel gehoord, die met passie ook spreekt. Ja, en die mensen ben je wel nodig. En het is nog een jonge kerel, dus hij kan nog lang mee. Dus ik zou zeggen, gewoon doorzetten daar. Hey, hoe was hij nou als ploegleider? Oh, ja, net als nu, hè? Net als nu. Dus, nee, maar had je er ook echt wat aan of niet? Sorry? Had je er ook echt wat aan of niet? Nou ja, goed, Gert heeft natuurlijk extreem veel ervaring en veel fietsuur. En ja, goed, als jonge renner dan ben je vaak gretig en dan wil je gaan. En ja, een stukje koers beseft en dat soort dingen, dat heeft hij wel zeker bijgebracht. Ah, dat is mooi. Klasse. Hey, bedankt voor je komst. En dat betekent ook automatisch dat we weer doorgaan naar de volgende gast. Siska, wat doe jij precies? Ik zit in de tourcommissie en wij organiseren het ene jaar een dag van tevoren en dit jaar een week van tevoren toertochten rondom Tiel. 185 kilometer maximaal. En dat doen wij ter ondersteuning van de profronde. Ja, want we hebben die profronde, daar praten we over, maar het is nog veel meer. Het is eigenlijk een hele wielerweek, zullen we maar zeggen. Deze, het is, dit het is jaar feest. Is een hele wielerweek, ja. En wat staat er precies op tafel? Vertel eens. Wij organiseren 6 afstanden. Die worden compleet uitgepaald. GPS-routes zijn allemaal beschikbaar. En daar hopen wij zoveel mogelijk mensen mee op de fiets te krijgen. Dat varieert van mensen die op een e-bike aankomen, mensen die met heel gezin komen fietsen, tot mensen die voor het klimmersbuffet gaan en zo snel mogelijk 185 kilometer willen rijden. Nou Gert, jij bent er zelf ook bij betrokken bij die toertocht, geloof ik. Ja, dat klopt. En daar weet je ongetwijfeld ook wel een beetje hoe het in elkaar steekt. Ja, nou ja, het is in ieder geval een prachtig uitgepeilde route. Ik heb vorig jaar er ook gereden en toen heb ik een grotere afstand gefietst. Dit jaar doe ik de 75 kilometer, die heb je ook. Maar ik weet niet, dan kom je niet in aanmerking voor de klimmersprofet, geloof ik, wat zover. Nee, dan maak je de meters niet. Hey, dus, maar dat hoeft voor mij ook niet, want ik heb veel te veel geklommen al in het verleden. Maar het is natuurlijk goed dat op deze manier georganiseerd wordt. Want ja, je biedt toch veel mensen de gelegenheid om door het prachtige Gelderse landschap hier te fietsen. Door er zijn veel mensen bij betrokken, hè? En niet alleen betrokken bij die organisatie, maar ik bedoel eigenlijk, er komen veel mensen op af. Ja, we zitten meestal rond de 1000 deelnemers minimaal. En die komen uit het hele land? Ja, die komen uit het hele land. We hebben ze echt van Zeeland tot en met boven in Groningen. Wat maakt nou de toertochten vanuit Tiel zo bijzonder? Weet je dat? Ja, de omgeving natuurlijk. Mm-hmm. En ik denk dat het klimmersbuffet ook wel een pluspunt is. En het voordeel voor ons, ja, wordt soms ook als een nadeel gezien, maar wij zitten in een vakantieperiode, dus dan worden er weinig toertochten in deze omgeving georganiseerd. En daar kunnen wij natuurlijk prima inspringen. Ja, weet je, die kan wel zeggen, weet je rijdt hier door dijken, je wind op de kop, je rijdt door de kersstreken, weet je wel, dat is hier ook heel normaal. Maar dan, daarnaast heb je ook nog de differentiatie van de parcoursen, dat is heel divers. Dat is eigenlijk wel uniek voor zo'n toertocht. Ja, dus, de heuvelrug rond Arnhem, de heuvels daar, dat is echt ook gewoon heel mooi inderdaad, een afwisseling met... En nog even in het kort, er zijn dus verschillende tochten. Welke precies? We hebben een 35 kilometer en een 60 kilometer, die zijn wat vlakker. Die richten zich ook wat meer op de gezinnen en de mensen met een e-bike die lekker een dagje rond gaan rijden. Mm-hmm. En 100 kilometer, 125, 155 en 185. En daar komen steeds meer kilometers. Dan ben je eigenlijk al wel een beetje professioneel, denk ik, hè? Die 185 kilometer is toch een pittig verhaal. Dan moet je aardig kunnen fietsen. Ja, precies. Ja, hey, en hoe kunnen mensen zich inschrijven? Waar kunnen ze meer informatie vinden? Via flipjestoertocht.nl kunnen mensen zich inschrijven. Dat kan tot en met morgen. En anders kunnen ze natuurlijk ook op zaterdagmorgen gewoon aankomen melden. Oké, okay, dus op de dag zelf? Op de dag zelf kan altijd. Oké, okay, dus flipjestoertocht.nl. Flipjestoertocht.nl. Nou, kan niet missen, Geert, hè? Er gaan gewoon veel mensen komen. En mensen kunnen met jou op de foto als ze willen, handtekeningen krijgen, t-shirts kopen. Helaas, foto's maken. Ik ben dus morgens op tijd bij de start, dus dat is geen probleem. Daar moeten we gewoon een groot feest van maken. Zo dat is belangrijk. Het. Ja, absoluut. Hey, bedankt voor jouw toelichting. Zijn wij toegekomen aan de laatste gast in deze aflevering, wat gaat over de profronde. Dat is Wim van Rooyen. En Wim van Rooyen, die is natuurlijk hartstikke bekend als het gaat om die profronde. Je zou bijna zeggen, Wim van Rooyen die heeft eigenlijk geen uitleg nodig, maar dat gaan we toch doen. Wim, van harte welkom. Dankjewel. Wim van Rooyen en de profronde, dat valt eigenlijk, dat is eigenlijk in eenheid, hè, zullen we maar zeggen. Hoe is dat nou zo gekomen?
Dat is gekomen vanaf 1969. Toen kwam ik echt met het wielrennen in aanraking. En toen kwam ik de broeders van Houwelingen tegen in de ronde van Berdekum. Dus jij hebt zelf ook op de fiets gezeten? Ik heb zelf ook op de fiets gezeten, maar daar fietsen die twee jongens als nieuweling en als junior. En ja, die Adrie van Houwelingen die zat zo mooi op de fiets. Klassebak, hè? Ja, het was gewoon een klassebak, toen al. En toen kwam ik met zijn vader aan de praat en binnen 5 minuten was ik verkocht voor het hele wielrennen. En dat is gebleven tot met nu toe. Nou, het vuur zit er nog altijd in na al die jaren. Maar dit is wel jouw laatste jaar als voorzitter. Het is mijn laatste jaar als voorzitter, ja. Maar je blijft natuurlijk bij die profronde betrokken. Ik heb afgesproken met de andere bestuurders dat we na de laatste wielerevenement dat we doen, want we hebben nog wat te organiseren, want we doen ook nog behalve een profronde een Holland Ladies Tour. En dat brengt ook heel veel heisa met zich mee. Ja, wel mooi om te doen. En die Giro volgend jaar? Daar heb ik niet van gehoord, ja. En wij doen daarnaast doen wij, en dat is heel nieuw, doen wij Kids on the Bike. En daar vertel ik ook nog wat over. Nou, hartstikke goed. Die profronde, daar nog even mee beginnen. Staat als een huis, hè, dit jaar? Hij staat als een huis. Dat bedoelen we mee te zeggen dat we wat we aan financiële middelen moeten hebben, dat hebben we gehaald. Met dank aan onze sponsormensen en natuurlijk namens en ook bedankt natuurlijk voor door de sponsoren zelf. Ja, maar wij willen namen horen, Gert. Ja, welke renners heb je al? Gewoon eventjes vertellen, die komt, daar zijn we mee bezig. Dat willen we horen. Nou, we zijn bezig met alle Nederlandse profs. Wij hebben alle profs die in de Tour rijden, mm-hmm, hebben we een aanbieding gedaan. En nu is natuurlijk het hele verhaal, wie kan er wel en wie kan er niet. Want het probleem is met zo'n dag dat er een ronde van Polen is, er is de ronde van Londen. Er is, dat is allemaal niet belangrijk, je moet een team zijn. Dat is niet belangrijk. Maar zoals wij denken, denken die mensen natuurlijk ook. En Ronde van Polen is natuurlijk een World Tour meerdaagse. Ja, daar kunnen ze punten halen of zo? Dan kunnen ze punten halen. Maar heb je een van de klassementsrenners van ons? Mollema heb je, of Geesink, heb je een van die twee? Ja, een van die twee hebben we zeker. Dat is mooi. Ja, ja, dat is sowieso goed. En we zijn natuurlijk echt aan het trekken dat we Geesink die moet van de ploegleiding Polen rijden, maar heeft verschrikkelijk te pesten. Want dan wil ik graag een Tiel rijden. Dus er moet nog een list uit de Hooghoed komen om hem definitief hier naartoe te halen. Ja, 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 ja. Maar daar zijn wij wel goed in, hè? Daar zijn wij best wel goed in, hè? Nou ja, wij hebben Nico Verhoeven gehad hier als renner zijnde. En ik kan hem nog wel wat vertellen. Misschien zegt hij dan wel ja. Nou, goed bezig, Wim. Ja, kijk, ja, dat hoor ik graag. Ja, 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 ja. Dan vertel het dan maar. Ja. Vanuit jouw wielertijd, hè? Zo'n Wim van Rooyen. Dat is natuurlijk een uitzonderlijke man. Was dat toen ook al zo? Heb je zoveel figuren in Nederland? Nee, dat denk ik niet. Die zijn zeldzaam. Weet je, kijk, je kent Wim al lange tijd. Maar tijdens mijn profcarrière reed je hier dan een aantal jaren in Tiel. En toen ik gestopt ben als wielrenner, jaren later, ik denk 20 jaar daarna, ben ik hier komen wonen. Want ik woon hier 8 jaar in Tiel. Daar kwam ik gelijk weer Wim van Rooyen tegen. Ja, nou, en die trok mij er gelijk ook in. Die zei, ja, Jacobs, kom op, training geven bij de fietsclub hier. Dat is net iets voor jou. Nee, maar goed, maar Wim is heel enthousiast. En dat is ook goed. Weet je, daar ga je ook zo in mee. En dat doe je ook met alle plezier. Weet je, want je voelt dat niet als iets, als een soort moed. Maar ja, je voelt dat er gewoon warm en echt is. Nou, ja, Tielse familie, mogen we het zo zeggen? Sorry? Een soort Tielse familie, mogen we dat zo zeggen? Ja, dat denk ik wel. Een soort Tielse familie. En dan, mijn collega's, toen ik hier kwam wonen, zijn mijn collega's gelijk, die zeiden, Tiel is niet viel. Dat zeiden ze. Ja. Maar ik woon hier. Nou, zitten ze naast, hè? Ja, daar zitten ze echt wel naast. Ja. Want, jaloezie, joh. Pure jaloezie. Ja, dat denk ik ook wel. Ik ben in een warm bad hier gekomen. En ik ga hier nooit meer weg in ieder geval. Nou, kijk, dat is sowieso mooi. Even tempo maken, Wim. Wat wil je nog meer kwijt? Wat ik nog meer kwijt wil? Ja. Nou, ik vind dat we een prachtige profpeloton krijgen. Mm-hmm. Ik kan wel nog wat namen noemen. Ik bedoel, we zijn bezig met
met Poels, we zijn Mollema, Westra, Boom. Ja. Heb je Rob Ruig ook te pakken? Robbie Ruig? Ja? Nou, je hebt nog geen contract aangeboden, maar als jij hem nou heel graag wil hebben, ja, zou ik graag willen. Dan moet je gewoon €750 aan mij geven en dan is het wij Rob Ruig. Ja, kijk hier. Ja, dat is een goed bezig, Wim. Ja. Als we dat iedere derde doen. Ik, vind, ik zeg deal. Dat doet op, dus en ik heb van bestuur. Iedere derde. Ah, iedere derde. Oké. Nou, mooi. Ja, hebben Rob Ruig ook erbij. Dat vind ik wel weer leuk. Ja? Wat nog meer? Nou, we hebben eigenlijk alle jongens die de Tour gereden hebben, met dan een paar haken en ogen misschien, die komen er deel. Daarnaast komen jongens van de pro-continentale ploeg, Roompot, hebben er op het moment zes onder contract staan, onder andere Reinier Honig, we zijn met Hogeland bezig, we zijn met Verginneke bezig. Dan, en dat vergeten de meesten, Metec is een continentale ploeg die jongens opleidt voor het grote werk. Voor echt een goede profs. En dat gaat hartstikke goed. Wij hebben daar, want die rijden dus ook als prof rond in de criteriums en die leven ook als prof. En daar hebben we natuurlijk ook zes jongens van. We hebben daaronder andere van Remco de Brake, die komt hier uit trainen. Tussen haakjes, we zijn ook met Kelderman bezig uit Veenendaal, die hoe heet het, die nu in de Tour rijdt, maar zijn eigen geval is. Kortom, de top is er te zien. Ja, maar ik vergeet nog wat. Maar jij vergeet nog wat, op dan. Ik vergeet namelijk de dames. En ja, ik val meer op dames dan op heren, dus we hebben toch... Toch is er een tijd geweest, Wim, dat mensen er anders over nadachten. Ja, dat kan. Ja, er is een periode in jouw leven geweest. Ja hoor, ik heb in de confectie gezeten. Ja, dat precies. Zeggen. Ja. Maar wij hebben echt een paar superdames, want er is een hele grote wedstrijd in Bochum. Mm-hmm. En toch hebben wij het van elkaar gekregen dat we de wereldkampioen puntenkoers van 2013 een Tsjechische hier naartoe komen. Jamila Matjapova. De winnaar van vorig jaar, Anne van Breggen, is ze er ook? Wat zeg je? De winnaar van vorig jaar, Anne van Breggen. Wist nog niet of ze Bochum moest rijden. Hoeft ze Bochum niet te rijden, dan komt ze naar ons toe. En dat zal voor Vos ook hetzelfde gelden? Wat zeg je? Dat zal voor Vos ook wel hetzelfde gelden? Nee, Vos is helemaal gestopt. Vos die zit op zijn beter, ze zeggen helemaal in de kreukels. Marianne Vos mag niet meer fietsen tot volgend jaar. Vos is totaal overtraind, de lichaam is niet in orde. Dus wat heeft ze gedaan en heeft ze gelijk en heeft de fiets aan de kant gezet en volgend jaar begint ze ook weer. Oké, nou goed. En dan hopen we ook weer dat ze in Tiel te pas komt. Hey, we moeten er een eind aan breien, tot slot. Nog een oproep op de camera, vertel. En dan moet je het even het een en ander vertellen op die camera. Doe ik op. Als ik maar zeg, meneer. Ja, komt u maar. Ja, ik mag nog wat als laatste zeggen. Ik wil eigenlijk zeggen, mensen, kom allemaal 2 augustus naar Tiel. Je ziet voor de laatste keer Schoetemelk en al die goede mannen fietsen. Die komen hier nooit meer. Dit is voor de ouderen echt nog iets om mee te maken. Ja, en dan, voor de jongeren ook nog wel. Maar ik vind daarnaast hebben we een prachtveld bij de profs. En we hebben muziek op het plein, we hebben alles uit de kast gehaald om dit jaar een prachtige wedstrijd te organiseren. Nou, alles staat, alle lichten staan op groen geld, hè? Fantastisch, mooi betoog, helemaal goed. Ja. Mooi. Ja, eigenlijk kunnen we het niet mooier vertellen als wat jij net gedaan hebt. Wordt dit ook al opgenomen nu? Jazeker. Oh, leuk. Ja. Ja, blijven we gewoon praten en doorfilmen. Ja, het is gewoon zo. Ja. He, wij hebben een stelletje gasten die zo intens ermee bezig zijn. En dan ben ik natuurlijk, ik speel de voorzitter, ik speel de mierenneuker, want ik zit altijd over de centen te zeuren. Ze vinden me, ik denk dat ze me af en toe wel eens een doodschop willen geven, maar met elkaar doen we het echt goed. Ik ben hartstikke blij dat ik deze mensen heb, en ook vooral deze jonge mensen, dat we dit mogen organiseren. Nou Gert, en wij zijn erbij, hè, bij die profronde. 100%, altijd. Wordt leuk. Wordt zeker leuk. Daaraan. Nou, tot zover deze special dat ging over de profronde van Tiel. Gert, hartstikke bedankt dat je erbij was. Graag gedaan. Voor herhaling vatbaar. 100%, je kan me altijd bellen. Ik vond het weer een genoegen om aan te schuiven. Nou mooi, dan ga ik jou daaraan houden. En natuurlijk wensen we u veel plezier bij de profronde in Tiel.